Nou, Dirk Bierman, dank dat je ons wil ontvangen in jouw mooie huis hier in Amsterdam. Zoals ik je heb gemaild, het ADNG geeft een serie boeken uit met grondleggers van psychologie, onderwijskunde en pedagogiek. En bij die reeks doen we ook een zogeheten oral history project, waarin zo'n 20 à 25 emeriti hoogleraar psychologie terug en vooruitblikken op hun carrière. We zijn bij jou vooral gekomen omdat jij bijzonder hoogleraar parapsychologie bent geweest. We beginnen die interviews altijd met kun jij kort iets schetsen over jouw achtergrond, het milieu waarin je bent groot gegroeid en over het begin van jouw studietijd? Om het dak een milieu waarin ik ben opgegroeid. Even denken wat ik daarover moet zeggen. Ik ben in Amsterdam geboren. Ja. In de oorlog. 43, hè? 1943. Mijn grootvader was Joods. Ja. En mijn grootmoeder was een afstammeling van de Koppensnellers. En dat is dus mijn achtergrond. Mijn ouders zijn altijd... mijn vader was een natuurkundige. Ja. En mijn moeder was ooit een laborante en is later huisvrouw geworden. En ik ben natuurkunde gaan studeren. Ja, je bent hier middelbare school. Heel braaf. In Amsterdam ben je middelbaar school. Ja, Spinoza Lyceum. Ja. Braaf in de voetsporen van mijn vader, tredend. Echt meteen natuurkunde gaan studeren. Ja. Op jonge leeftijd? Je was 16. 16, dat is extreem jong. Dus dat jij, ja, dat was toen nog 5 jaar HBSB. Dus ik was voordelig geboren, namelijk 31 augustus. En dat kwam zo uit. Ja, ja, ik was ook maar een paar weken 16 en toen werd ik 17. Ah, ja. Maar het klinkt wel goed. Ja, ja. Een soort van geniaal ventje. Maar dat viel tegen. Ik moet ook zeggen dat ik al heel ras, want toen werd ik lid van een studentenvereniging, Olofspoort. Ik weet niet of dat nog bekend is. Dat was toen de anti-core club. Ja, ja. En die deden, daar voelde ik me echt absoluut niet thuis. Die waren veel verder in hun geestelijke ontwikkeling. En dat ging over allerlei ingewikkelde boeken die ik nog nooit had gelezen. Ik was gewoon nog een jongetje. Maar oké, dus dat heeft niet zo goed gewerkt. En toen dacht ik, ik had misschien beter kunnen wachten tot mijn 18e voordat ik ging studeren. Maar oké. Tijdens mijn studie, het laatste deel van mijn studie, heb ik gewerkt op het VOM Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica bij professor Dr. Jaap Kistenmaker, ook wel bekend als A-bommaker. Ook dat is waarschijnlijk nu weer vergaan, maar hij was... Nou, dat stond hier in Amsterdam, op elke blinde muur stond Kistenmaker, A-bommaker. Ja, en waarom was dat? Dat was omdat hij... was directeur van het laboratorium voor massascheiding. En massascheiding, daar kun je ook met uranium doen. En dan kun je dus een atoombom maken als je dat... Het was onmogelijk op die manier. Dat zou in de psychologie ook wel kunnen opgericht worden. Nou, een instituut voor massascheiding. Ja, ja. Dat is een heel ander ding. Maar hij... Oh, sorry, ik zit aan dat ding. Hij heeft ook de ultracentrifuge. Het project gestart. En ik ben daar ook nog die, toen ik daar werkte bij hem, ben ik ook die jongen tegengekomen uit Pakistan, die Khan, die daar ook werkte en daar de boel bij elkaar heeft gejat, ja, ja. De tekeningen. Wat helemaal niet moeilijk was, want de tekeningen van de ultracentrifuge hingen gewoon, die hingen gewoon opgehangen in de gang. Ja. Dus ik had ze ook niet gehad. Ja. Het was echt de veiligheids, of althans de bewaking van dat soort informatie was nul. Ja. En welke periode spreken we nu over? Dat was, eens even kijken, ik was 19, eind 60 jaar. Ja. Ja. Dus ik was iets van 23 of zo, 66. Ja. Maar, en nou kom ik ter zake, want dit is de inleiding. Professor Dr. J. Kistenmaker was ook lid van de Nederlandse Studievereniging voor Psychical Research. Hij was een vrijmetselaar. Ja. En deed in zijn vrije tijd, dat was ook een soort van publiek geheim, althans binnen het instituut, deed hij onderzoek naar paranormale verschijnselen met de glasblazer. De glasblazer was zijn proefpersoon bij uitstek.
Een Indonesische glasblazer die, waarbij die in de kelder allerlei proefjes deed. Maar dat was in het weekend en niemand wist precies wat hij daar nou uitvrat. En waarom gebruikte hij daar een glasblazer voor? Hij was toevallig glasblazer. Hij gebruikte die man omdat die man rapporteerde allerlei interessante verschijnselen. Ja, ja. En werd later ook lid van de Vrijmetselaars. Op een of andere manier is dat een beetje een magisch clubje. Ah. En ik was toen redacteur van het instituutsblaadje. Ja. Dat heette Sambal. Vanwege de Indonesiër? Nee, vanwege als je het omkeert is het Laboratorium voor Massaverscheiding. Okay. Flauw, maar het is niet anders. Maar de bedoeling, het waren de jaren 60, dus het waren de jaren waarin de hiërarchische relaties op de proef werden gesteld. Dus het was volstrekt logisch dat ik een hilarisch stukje ging schrijven over die belachelijke dingen die mijn baas deed in de kelder. En zo gezegd, zo gedaan. Maar daarvoor ben ik naar een paar lezingen van hem gegaan. En toen dacht ik, ja, wat is dit voor een flauwekul? Dat kun je toch gewoon experimenteel aanpakken als je gewoon 100 of 1000 schoolkindertjes laat raden naar kaartjes. Dan moet je toch binnen de kortste keer de statistische power hebben om dit verschijnsel al dan niet aan te tonen. En toen ben ik dus in die richting gerold. Er was in die tijd ook een studentenclub bij de faculteit psychologie, ik weet nog niet eens hoe dat heet, soms was het faculteit, toen was het nog subfaculteit geloof ik, nou ja, dan ook. En dat heette Studiecentrum voor Experimentele Paarpsychologie, dat was, dat waren allemaal psychologie studenten eigenlijk. Ja. En ik zat nog daar gewoon mijn natuurkunde proefjes te doen. Maar toen dacht ik, nou, als ik daar nou aan mee wil doen, moet ik ook psychologie een beetje gaan studeren, dus ben ik ook psychologisch dan nu. Aan de UvA toen was je propedeuse gedaan. En toen je hebt alleen propedeuse in psychologie. Sorry. Nee. Dat wist ik wel genoeg eigenlijk. Ik vind het al heel wat. Heb je nog van de groot les gekregen? Nee. Want die zat in Amerika waarschijnlijk net in die tijd, in 68. Ik heb niet van de grote les gegeven. Het was wel zo dat de naam zoemde altijd rond. Ja. Dat was een soort van goeroe. Mm-hmm. En zeker bij mensen als Elshout en Vrijda die daar toen... Beide ook in deze serie. Dat begreep ik, ja. Het was dus nog op de doodskist. Ja, daar, op het Westerplein. Westerplein. En dus toen ben ik psychologie gaan studeren en heb me een beetje bekwaamd. En toen heb ik een onderzoek gedaan naar schoolkinderen inderdaad. Ja. Waarbij ik als hoogmoedige fysicus dacht, ik weet je wat, dit gaan we eens eventjes goed aanpakken. Lekker automatiseren. Maar automatiseren in die tijd was, wat we hadden, was ponsband. Okay? Dus ik had een ponsbandje met random getallen. Ja. En dat ponsbandje dat ging steeds een stapje en dan ging er een lampje aan. De leraar zat achter een scherm. Ja. Daar was de klas, hier was de leraar en er was een ding voor hem met 4 of 5 symbolen. Ja. Voor kinderen begrijpelijke symbolen, huisje, boompje, beestje, zullen we zeggen, symbolen. Ja. En dan ging een lampje aan en dan moest die leraar zich concentreren op dat lampje. En die leerlingen hadden allemaal een scoreformulier voor zich met daarop op regel 1. Boompje, beestje en bimbo, de 5 alternatieven, die moesten ze dan aankruisen. Waar ze dachten dat de leraar aan dacht, oké. Truil 1, truil 2 en zo. En dan hoorde je tik en dan ging die ponsband weer een eentje verder. En uiteindelijk ging het analyseren, kwam een waanzinnig zichtingkant resultaat. En toen dacht ik, heb ik nou in één keer bewezen waar al die mensen al jaren mee bezig zijn. En nou, er moet iets meer zijn. Dat heb ik trouwens altijd. Als ik denk, dan moet ik gaan zoeken naar wat er fout was. Nou, dat was tamelijk snel gevonden. Want als fysicus ging er maar vanuit dat mensen heel goed waren in het produceren van random gedrag. Maar dat is niet zo. En wat bleek nu, dat omdat ik steeds hetzelfde ponsbandje gebruikte. Want dat was natuurlijk, ik had niet 1000 ponsbandjes, maar ik had 1 ponsbandje. En de eerste trial was de target stond op plaatje 3. En plaatje 3 is nou een voorkeurplaatje voor kindertjes. Dus de eerste trial waren waanzinnig veel hits.
Want die kindertjes hadden allemaal het plaatje 3 aangekruist. Wat ze sowieso zouden hebben gedaan. Met of zonder leraar. Dus dat was respons bias. Wat veroorzaakte toen een waanzinnige hit percentage. Ja. En dat heb ik dus gepresenteerd op een congres. Ja. Later terug moeten trekken. Of tamelijk snel, want ik kwam er wel tamelijk snel achter. Ja. En op dat congres kwam ik achter dat er helemaal, dat waren helemaal niet zulke domme mensen. Die waren veel slimmer dan ik dacht. Een paar psychologen. Het was een paar psychologen. Ja, congres. Ja. In Nederland? Ja. Nee, dat was in Edinburgh. Oké. Okay. Ja. Ah. En daar bovendien was er op dat congres ook een fysicus. Die werkte bij het Amerikaanse leger. Ah. En die had een theorie. En die theorie die leek mij redelijk interessant. En dat was vooral voor mij belangrijk. Want ik wetenschap doen zonder een theoretisch kader leek me echt een beetje zinloos. Alleen maar steeds bewijzen dat er meer is tussen hemel en aarde. En dan we weten, dat kun je 100 keer bewijzen. En dan schiet je geen fuck mee op. Je moet een theoretisch kader hebben, verbeteren en toetsen. Deze serie die is mede zeg maar, bedoeld voor het verhogen van het historische bewustzijn van een aankomende generatie psychologen. Waar houdt parapsychologie zich heel in het kort mee bezig? Want ik kan me zo voorstellen, dat had ik ook. Natuurkunde is zo heel erg exact. En parapsychologie. Veel mensen zullen toch een beetje de connotatie daarbij hebben van. Dat gaat over hele vage dingen. Nou, kijk, dat kan ook wel. Maar ik heb me ook niet zozeer bezig gehouden met de parapsychologie in het algemeen, maar met de experimentele parapsychologie. Ja. Dus alleen maar dat wat onderzoekbaar is in een laboratorium. En dat zijn eigenlijk, dat wordt dus bepaald door het soort paradigma's wat je in een laboratorium kan uitvoeren. En dat is telepathie, waarbij je mensen iets laat zenden, zoals ik net zei. Die leraar die dan een symbooltje naar de klas moet zenden. Dat is dan telepathie. En dan heb je helderziendheid, dus dan is er helemaal geen leraar aanwezig achter het scherm. En die kindertjes moeten ze dan zichzelf projecteren naar dat kastje waar die symbooltjes op verschijnen. Ja. En dan heb je psychokinese. En dat is het beïnvloeden van toevalsprocessen. Dus je een dobbelsteenworm bijvoorbeeld. Als dat een toevalsproces is, dan valt erover te praten. Ja. Maar je hebt tegenwoordig zogenaamde random number generators. Die zijn gebaseerd op kwantummechanische ruis. En dat is redelijk toevallig. Althans volgens de voor zover we nu de kwantumfysica begrijpen. En dan tenslotte heb je precognitie. Dus dan raad je naar een kaart, bij wijze van spreken, in het meest simpele experiment, ik denk dat de volgende kaart is een vierkantje. En dan daarna wordt pas geschud en de bovenste kaart afgenomen. Ja. Okay? Ja. Dus ze voorspellen wat er in de toekomst zal gebeuren. Ja. Dat zijn de vier verschijnselen. Dus het is niet zo dat parapsychologie zich bijvoorbeeld, wat ik eerst dacht, zich bezig had met een ander soort bewustzijnstoestand. Nee, je kan wel kijken of een ander soort bewustzijnstoestand invloed heeft. Ja. Dus een manipuleerde bewustzijnstoestand heb je twee condities. Dat zijn normaal waar bewustzijn of de meditatieve bewustzijnstoestand of de alcoholisch bewustzijnstoestand. Ja. Dat heb ik in het begin nog wel eens gedaan. Dan nam ik mijn experimentje mee naar feestjes. Maar wat heeft Hans Bad Heijmans dus ook gedaan? Ja, nou precies. Daar waar ik nou net over begin. Kijk, de grondlegger, min of meer de grondlegger van de Nederlandse experimentele psychologie, Heijmans, Gerard, uit Groningen, die was ook uitermate geïnteresseerd in dit soort verschijnselen, vanuit zijn filosofische achtergrond vooral. Ja. En bovendien had hij de mazzel dat er een of andere wiskundestudent van Dam naar hem toe kwam en die zei, ik kan dat. En toen is hij dat uitgebreid gaan testen. Hij heeft een kabinet gemaakt waar Van Dam in werd gezet met een gordijn eromheen. En dan kon hij zijn hand onder het gordijn doordoen. Dat was een soort schaakbord. Ja. En boven dat in die kamer zat er natuurlijk een plafond. Daar hebben ze een gat ingezaagd. Daarboven zat de zolder. Dus een gat in de vloer van de zolder. En daarboven zat Heijmans dan. En die zat te wensen van, je moet nu naar A4. Ga naar A4. Begrijp je? Maar daar werd random getrokken. Het was allemaal redelijk, zelfs naar moderne maatstaven, redelijk opgezet. Het enige wat niet zo redelijk was, was de statistiek. Die was veel te ongevoelig, die hij gebruikte. In die tijd was de statistiek eigenlijk beginnende. Ja, ja. En
Hij is gestopt met Van Dam omdat hij dacht dat Van Dam zijn dingen had verloren, zijn capaciteit had verloren. Maar als je nu de statistiek van de hedendaagse statistiek erop loslaat, dan blijkt dat eigenlijk helemaal niet het geval was. Ja. Maar goed, dat experiment was natuurlijk lousy in de zin van, je kan je wel voorstellen, A4, maar wat gebeurt er als Van Dam, die zag niks, dus die zijn hand zweeft boven dat bord en op een gegeven moment deed hij dan dit. Maar wat gebeurt er als je op een randje komt? Dat geeft veel te veel ambiguïteit, dat zouden we nu niet meer toestaan. Want in die ambiguïteit ligt het zo voor de hand dat ze kiezen voor het targetvakje. Zelfs niet eens bewust, maar onbewust. Ja, dat. Maar goed, Heijmans, want dat is de crux, daarom kom ik erop. Ja. Heijmans was de eerste die de proeven van zijn bewustzijn manipuleerde. Namelijk door alcohol in dit geval en broom. Ik weet niet precies wat hij met die broom wilde, maar dat moest hij slikken en dan keek hij weer hoe hij het deed. Dus dat is tot op de dag van vandaag wordt er nog steeds iets gedaan met bewustzijnstoestanden. En welke invloed hebben bepaalde bewustzijnstoestanden op dit soort zogenaamd paranormale verschijnselen? Want het is niet zo dat je zou niet kunnen zeggen, een parapsycholoog die houdt zich in zekere zin bezig met magie. Nou, in zoverre dat in het algemeen wordt gedacht dat wat die correlaties die worden gevonden in de parapsychologie, dat die niet kunnen. Dat is waarom het parapsychologie, dat is eigenlijk onmogelijk wat er gebeurt. Ja. Nee, want er is geen goed model voor. Ja. Daar ben ik het niet mee eens, maar dat is een ander verhaal. Maar zijn eigenlijk meer natuurkundigen juist geïnteresseerd in parapsychologische. Ja. Wat is de verklaring daarvoor? Omdat als het ergens tegenin gaat, gaat het niet tegen de psychologie in. Wat stelt dat voor? De psychologie heeft geen theorieën over. Laat ik het anders zeggen. Zodra de biologie zegt, we hebben nog een sensorisch orgaan. Hadden we nog nooit ontdekt. Maar dat is het para-ding. Om te zeggen, de psycholoog. Oh ja, para-ding, nou begrijpen we alles. Dus psychologen hebben niet zozeer een wereldbeeld waarbij iets niet zou kunnen passen. Eigenlijk zou dit best kunnen passen als er maar een extra sensorisch orgaan. Als psycholoog een extra sensorisch orgaan aannemen, is het oké. Waar het niet in past, lijkt de natuurkunde te zijn. Omdat de natuurkunde heeft geen ruimte voor extra velden, extra signalen, rare correlaties die niemand begrijpt. Ja. Dus daarom zijn natuurkundigen geïnteresseerd, omdat je. En dat is ook een deel voor mij de verklaring geweest. Toen ik als natuurkundige werkte, toen ik promoveerde, was ik bezig met allerlei experimentjes waarbij je ionen heel hard op gas of metaal oppervlakken schiet. Nou, dat kun je dan. Daar heb je theorieën voor. Die kun je toepassen op je experimenten, op je de situatie. Ja. En dan uitrekenen wat eruit moet komen. En als je dat dan doet en vergelijkt met de werkelijke resultaten, dan krijg je een discrepantie. En wat het probleem was, waardoor ik echt dacht, ja, wat moet ik hier nou mee? Dat was dat. Die theorieën die waren nooit exact uit te rekenen. Ja. In die tijd waren de computers natuurlijk heel slecht. Ja. En dus er waren altijd benaderingen. Dus zoveel als de Born-approximatie en weet ik veel. Om een theoretisch resultaat te krijgen, moest je een benadering toepassen. En als er dus een discrepantie was, dan was de benadering niet goed. Dus de theorie werd niet verworpen. We keken helemaal niet eens naar de theorie, als het ware, maar we keken of die benadering wel een beetje aardig was in dit gebied van hoe hard die ionen gingen. Als ze harder gingen, dan was die benadering beter, als ze slachten, zoiets. Het was onbevredigend. Ik wilde experimenten doen die theorie omverwierpen. En deze verschijnselen leken theorie omver te werpen. Dus daardoor werd ik ook uitgezogen uit die fysica, want dat was in die tijd helemaal niet spannend. Nu wel. Ik zou het zo weer terug willen. Maar dat gaat niet. Maar nog even heel erg terug naar kistenmaker, heet het niet toch? Hè? Want je bent dus vanuit een negatieve ervaring in de parapsychologie terechtgekomen. Ja, negatieve attitude. Of in een negatieve attitude. Een hoogmoedige negatieve attitude. Nou ja, dat is natuurlijk wel heel interessant. Of een goede wetenschappelijke houding, zo kan je het ook zien. Die hoogmoed is niet per se wetenschap worden. Nee, maar dat zie je natuurlijk wel veel. Dat gewoon
Fysici denken dat ze de... Weet je wel, dat is echte wetenschap, de rest is allemaal flauwkul. Dat had ik toen ook al een beetje. Maar kon de parapsychologie of kan de parapsychologie iets met bijvoorbeeld de beschrijving van de religieuze ervaringen die William James gedaan heeft bij allerlei mensen? Zit er dat ook, schurkt dat er ook tegenaan? Of heel beroemd boek? Ja, nee, ik ken het boek. Ja. Ik heb er zelfs over gedoseerd. Ja. Mystieke ervaring. Kijk, die ervaring kun je op allerlei manieren interpreteren, die religieuze of mystieke ervaringen. En er zijn interpretaties die. Waarbij je vraagtekens zet bij de manier waarop wij ruimte en tijd ervaren. En met name de ervaring van. Nou ja, een paar normale verschijnselen lijken ruimte en tijd te overstijgen. Dus op die manier zou je het aan elkaar kunnen koppelen. Maar omdat ik in de experimentele parapsychologie zit. En experimenteel mystieke ervaringen tamelijk moeilijk zijn op te roepen. Alhoewel, dat kan wel volgens mij, maar goed, dat is een heel ander verhaal. Is het raakvlak maar een soort van oppervlakkige associatie, bijna metaforisch. Je had het net over jouw proefschrift. Je bent gepromoveerd in de fysica. Ja. Maar hoe ben jij uiteindelijk bij een psychologie faculteit? Via het studiecentrum voor experimentele parapsychologie. Er zaten een aantal psychologie studenten. Ja. En toen kwam er een... ik was eigenlijk mijn proefschrift was bijna af. Of was af. Veel. Toen was er een advertentie voor een hoofd van de instrumentatieafdeling van de psychologen. Ja. Toen ben ik nog naar... Nou, ik vond mezelf wel technisch. Ja. En toen heb ik gesolliciteerd bij Vrijda. Ja. En toen ben ik aangenomen. Ja. En toen ben ik daar een paar jaar hoofd van de technische afdeling geweest. Maar mijn persoonlijkheid past niet bij hoofd zijn. Hoezo niet? Niks. Nou, ik weet niet. Een anarchist, eigenlijk in hart en nieren. Oh, ja? Een anarchist zet je niet aan de hoofd van de afdeling, toch? Dus dat ging mis, of mis, in ieder geval, ik voelde me er niet gelukkig bij. Ja. Toen dacht ik, hoe kom ik hier weg? Dus toen ben ik heel stiekem, ben ik in die vakgroep functioneer steeds meer binnengedrongen. En wel op het punt waar... Maar hoe deed je dat dan? Gewoon, je ging, nou ja, ik ging samenwerken met mensen die AI-onderzoek deden. En, want, je ging gewoon een beetje bemoeien met hun onderzoek? Ja, ze vroegen me wel eens, want, ik weet niet precies hoe het... Het is geen bewuste strategie geweest, maar ik wilde wel weg. Uit die hiërarchische structuur. Je wilde gewoon weer de vrijheid van een wetenschapper hebben. Ja. En dat is toen, toen ben ik in de AI geweest. En toen, zijn we artificiële intelligentie. Ja. En toen waren we bezig met het construeren van kunstmatige onderwijssystemen. Waaronder de thermodynamica coach. Dus dat was een heel groot project. En toen... bleek al ras dat zo'n computer ondersteund onderwijssysteem, dat deed wel aardig, maar toch nooit zo goed als een individuele leerkracht. En als je dan gaat kijken waarom een individuele leerkracht het beter doet, dan blijkt dat ze heel erg liggen, althans meen ik, in non-verbale communicatie. Een leerkracht heeft veel sneller in de gaten wanneer een leerling vastloopt. Dan, kijk, de computer moet wachten tot er een antwoord is en dan kan hij denken, oh. En dan moet hij een inferentie maken over de tussenstappen die fout zijn gegaan. En een leerkracht doet dat gewoon door te kijken. En denkt, nee. En die weet op de juiste momenten te onderbreken. Dus toen ben ik geïnteresseerd geraakt in individueel leren. Toen ben ik, dat was een hele rare stap. Gaan kijken naar leren tijdens de slaap. Want dat was een soort van... Leren tijdens de slaap? Ja, dat wilde ik altijd graag. Duitse woordjes wilde ik leren. Dus feestelijk vond ik dat. Om het gewoon tijdens de waaktoestand te leren. Dus ik dan en bovendien, mijn ouders waren heel erg tegen Duitse woordjes. Want die hadden die hele Tweede Wereldoorlog gedoe. Ja. Dus daar heb ik toen wat onderzoek gedaan, een paar jaar. En dan ben je alweer met vallende bewustzijnstoestanden eigenlijk bezig. En dat gecombineerd met mijn hobby, die ik toen uitvoerde van paranormale verschijnselen, bestuderen. Ja. Nou, zo is het zo'n beetje. Maar leren tijdens slapen, wat is er uitgekomen?
Ik weet dat wel, zou ik wel willen weten, hè? Ja, nee, maar ik heb pas de hoogleraar psychologie hier in, ja. Nee, psychiatrie hier in Amsterdam, die heeft er ook onderzoek naar gedaan, volgens mij. Of die heeft er een keer iets over verteld op de radio. Die zegt van ja, als je slaapt en je legt je boek onder je kussen, dan voel je dat boek en dan gaat er in je hersenen, dan gaat er iets gebeuren. Dat lijkt me flauwkul. Heeft hij echt verteld? Ja, maar dat lijkt me toch flauwkul. Oké. Wat wij deden... Je bent er actief mee bezig, zegt hij dan, in je slaap. En je verwerkt dat dan. Nee, wat wij deden is... wij stimuleerden mensen met woordparen, die niet geassocieerde woordparen. Tijdens de slaap, we namen het EEG af en keken welk slaapstadium. En voor elk slaapstadium hadden we andere stimulusmateriaal. En dan bij het wakker worden voegen we eerst... presenteerden we dan een van die twee woorden. En dan mochten ze meteen antwoorden wat het bijbehorende woord was. Daar kwam helemaal niets uit. Maar eerst, als je dan eerst het ene woord presenteerde en dan vier alternatieven, dus forced choice experiment, daar kwam wel wat uit, bleek geleerd te zijn. En met name het materiaal voor na de laatste droom, dat bleek geleerd te zijn, of gehoord te zijn. Mm-hmm. Omdat het probleem eigenlijk is dat in die vroege ochtend het vaststellen of iemand nog echt slaapt of dat hij al een beetje een soort van half wakker is heel moeilijk. Maar het aardige in dat onderzoek was dat het na een maand het effect nog steeds aanwezig was. En dat vond ik wel heel frappant. We zijn er toen mee gestopt omdat... Oh, sorry. We zijn er toen mee gestopt omdat het begeleiden van zo'n experiment vereist studenten die de hele nacht op zaten en aan de volumeknop draaiden. Want dan keken ze naar het EEG en dat EEG begon tekenen het vertonen van wakker worden en dan ging het volume omlaag met de hand. Ja, dat is een klus. Daar kreeg ik later geen studenten meer voor. Dat was veel te werk. Zou je dat typeren als een soort van parapsychologisch onderzoek? Of nee. Omdat het, tenminste in de zin dat het iets magisch zou hebben, dat je dus iets zou leren tijdens je slaap. Dat is helemaal niet zo magisch. Het is bekend dat er informatie binnenkomt. Je kan aan de EEG zien dat er informatie binnenkomt, dat het niet wordt vastgelegd of niet in de lange termijn komt. Maar de slaap is er toch vooral, dacht ik... Binnenkomen een beetje tegen te houden. Nou ja, maar ook om wat jij de dag beleefd hebt... Een soort van plekje te geven in dacht ik. De functie van de slaap, daar wordt nog ruzie over gemaakt. Maar wat wel grappig is, dat Crick, de bekende Crick... Van het DNA. Van het DNA, die is later psycholoog geworden. Weet je dat niet? Nee, wist ik niet. Later in psychologisch onderzoek. En die had een theorie, de Erasure Theory of Dreaming, waarbij die zei, zijn model was, tijdens de dag vorm je allemaal associatieve ketentjes, allerlei netwerkjes worden opgebouwd die eigenlijk nergens op slaan. Bijvoorbeeld, ik kan jou nou associëren met de kaarsstandaard, wat heb ik daar aan? Niks. En dat moet 's nachts worden verbroken. Zijn idee was dat dromen waren bedoeld om flink te schudden aan al die, verbindingen. Op te ruimen. En ze op te ruimen. En dat kwam natuurlijk wel aardig overeen met wat ik vond. Namelijk dat alleen na de laatste droom dat leren kon worden aangetoond. Maar of het nou echt tijdens slaap was, dat is nog wel. Over welke periode hebben we het nu in uw wetenschappelijke carrière? Wanneer was dit ongeveer? Dit was de vrijmaking van... dit was al na de AI. Eind jaar 80, begin jaar 90. Begin jaar 90 eigenlijk al. Ja. Probeerde jij je collega's in Amsterdam wel te betrekken bij parapsychologische onderzoek? Nee. Was het puur iets van jezelf? Ja. Er is één collega die heb ik ontmoet omdat die helemaal, tot mijn verrassing, in het onderzoekspracticum ook... onderzoekjes deed, weliswaar, ze deed het heel goed hoor, ze deed onderzoekjes, Eva Lobach, van naam ken ik, die heeft geprobeerd Rupert Sheldrake's experimentjes te repliceren, waar kwam verder zelden iets uit, en dat is ook niet zo verwonderlijk, omdat die waren methodologisch zo zwak opgezet. Dat, ik zou er niet eens aan beginnen om ze te repliceren. Maar wij zijn nu aan het samenwerken. Ja. En Sheldrake die had toch zo'n theorie over dat er...
En morfogenetische veldentheorie. Morfogenetische velden, dat was het. Ja. Maar ja, goed, in de natuurkunde is er geen plaats voor morfogenetische velden. Nou ja. Misschien voor de kijkers, wat zijn morfogenetische velden? Vormgevende velden. Hij is bioloog. Ja. En zijn grote vraagteken, zijn claim was dat er geen goed model was hoe organismen vorm kregen. Hoe ze een bepaalde vorm kregen. Neus. Zo. Ah. En volgens hem ging dat via een veldenmodel voor. En hij claimde dat bijvoorbeeld kristalvorming de eerste keer heel moeilijk was. Totdat er dan toch, weet je wel, een hele hoge concentratie, dan heb je een kristal. En later, bij volgende experimenten, zou die kristalvorming veel makkelijker gaan vanwege de morfogenetische velden die waren gevormd bij de eerste keer. En via dat soort dingen kwam hij ook aan de feeling of being stared at. Ik weet niet precies hoe die sprong heeft gemaakt, maar dat mensen konden voelen of er naar hun werd gekeken. Okay? En dan ben je al tamelijk dicht bij de paranormale verschijnselen. In ieder geval verschijnselen die je niet makkelijk kunt verklaren. Hoe ben jij hoogleraar geworden uiteindelijk in Utrecht? Je werd hoogleraar bijzonder hoogleraar parapsychologie. Ja. Nou, er is een studievereniging in Nederland. Ja. Die is mede door Heijmans opgericht. Ja. En die beheert een bijzondere leerstoel. En daar heb ik op gesolliciteerd en dat ben ik zo geworden. Dus er valt weinig meer over te vertellen. Maar niet op basis van jouw publicaties? Of nou, dat als je zo'n sollicitatie doet, dan zend je alle je publicatielijst mee, toch? Ja, ja. Dus dan neem ik aan dat ik hoop dat het een rol heeft gespeeld. En als jij terugkijkt, wat zie jij als een hele belangrijke, voor jezelf, als een hele belangrijke publicatie op parapsychologisch gebied? Ah, van jouzelf, hè? Altijd de laatste waar ik nu mee bezig ben. Ja, denk ik. En waar ben je nu mee bezig dan? Waar ik nu mee bezig ben, dat is erg modieus ook eigenlijk. Maar zoals je weet is de laatste 2-3 jaar is er nog wat te doen in de psychologie. Over de dubieuze onderzoekspraktijken. Die Adriaan de Groot al in 61 beschreef, maar... Ja, ik heb ooit een stukje geschreven in het krantje voor de psychologen van hoe je, dat heette de 5% religie, hoe je op kunstmatige wijze 5% kon krijgen. En daar worden ook al die zwakke metodologische praktijken in uitgesteld. Hoe je dat moet doen, dat is helemaal niet moeilijk. En velen doen het, nog steeds trouwens. Okay, daar wil ik het niet over hebben. Maar nu is het zo dat er in de parapsychologie heel veel experimenten zijn gedaan op het gebied van telepathie. Ja. En daar kun je een meta-analyse over doen. Ja. En die meta-analyse is uitgevoerd en er komt een onwaarschijnlijk kleine p-waarde uit. 10 tot macht min 16. 15 tot en 1. Oké? Okay? En dat... ik heb daar wat moeite mee. Ik kan me voorstellen. En iedereen trouwens. Niet de proponenten. Je hebt van die gelovigen die echt... Die vinden het prachtig. En dat in hun optiek is dit het ultieme bewijs. En... Kijk, methodologisch, laten we zeggen, in termen van sensorische afscherming en randomisatie en al dat soort aspecten die een rol spelen bij dit soort experimenten, daar hoef je, dat is allemaal in orde. Daar hoef je niet meer naar gaan zoeken of daar iemand iets fout heeft gedaan. Dat is namelijk al sinds, laten we zeggen, de jaren 30, 40, is iedereen heeft daar kritiek op gehad en het is steeds beter geworden. Dus daar worden geen fouten meer gemaakt in die experimenten. Maar waar wel nog een enorme mogelijkheid ligt, is in het toepassen van dubieuze onderzoekspraktijken. Voornamelijk is dat een post hoc selectie van ofwel afhankelijke variabele condities, proefpersonen, studies. Bij een aantal studies gewoon worden weggeschoven. Nou, al die dingen kun je simuleren in een computerprogramma. En dan kun je kijken wat het effect is voor dit specifiek soort experiment, een telepathie-experiment. Ja. En daar ben ik nu mee bezig om dat te kijken of ik het weg kan verklaren. Ja. En het ziet er naar uit dat ik dat voor een belangrijk deel kan,
Dus die enge 10 tot mag min 16 nu verdwijnt zeker, dat weet ik wel. Maar of ik het helemaal weg kan, dat weet ik niet. Ja. En daar ben ik ook een beetje dubbel in, want ja, ik zou het ook wel een beetje zonde vinden als het helemaal wegging. Maar ik blijf het wel proberen. Ja. Ik herinner mij dat het European Journal of Parapsychology, wat inmiddels ter ziele is, die hadden toch een publicatiebeleid dat je eerst je inleiding en je methode instuurt. En dat het ongeacht wat er uit jouw experiment komt, of kwam, dat het gepubliceerd zou worden. Ja, ja ze hadden... Nou ja, in ieder geval mijn ervaring... En dat geluid hoor je tegenwoordig ook wel, weet je? Van, ja, nu wil iedereen dat. Want juist om die dubieuze onderzoekspraktijken van postdoc, dus je achteraf nog van alles kan selecteren. Maar dat was een voorbeeldig beleid dan, van dat tijdschrift. Ja, maar de parapsychologie is sowieso voorbeeldig in termen van methodologie. En dat is om sceptisch voor te zijn, ja. Denk ik. Nou, voor te zijn, aan aanleiding van sceptisch natuurlijk. Ja. Het was natuurlijk duidelijk dat mensen onmiddellijk erop sprongen van, publiceren jullie wel alles? En publiceren jullie niet biased in de zin van, dat is het punt. Als er niks uitkomt, en daar kunnen we ook nog over praten wat niks is. Ja. Maar als er dan geen significante resultaten zijn, dan is het niet ongebruikelijk, nog steeds, bij psychologische tijdschriften, dat de editor zegt, u heeft niks te melden. Ja. Wat natuurlijk lulkoek is, een typisch aangeven dat die editors niet begrijpen waar ze mee bezig zijn. Ja. Wat op zichzelf al een schande is. Maar aan de andere kant, waarschijnlijk, misschien begrijpen ze het wel, maar ze moeten ook natuurlijk de publicatiestroom indammen. En dit is dan een criterium wat ze gebruiken. Hè? Ja. Niet significant, nou hoeven we dat helemaal niet te doen. Ja. En die kritiek was er dus ook op de parapsychologie. Jullie publiceren alleen de significante resultaten, dan kan het, weet je wel. En toen heeft de European Journal gezegd, wij publiceren alles, wij accepteren van tevoren, niet alleen van tevoren, onafhankelijk van de resultaten. Mits de opzet goed is. Toen moet je opzet inzenden. Ja. Maar het is niet voor niets ter ziele gegaan. Veel onderzoekers hebben daar toch erg een broertje dood aan, hoor. Dat zal nog een hele strijd worden in de psychologie. Mensen nu hun alles moeten overleggen. Het wordt erg bureaucratisch. Dat is dan wat de creatieve onderzoekers gaan zeggen. Ja. Maar dan moeten we dit en dat. Waar blijft de creativiteit in het onderzoek? Als je alles van tevoren moet vastleggen. Terwijl de groot in methodologie ook al pleiten voor pre-registratie van... Ja, het is gewoon fair play, toch? Ik bedoel, En creativiteit, er is helemaal geen probleem. Want er is een onderscheid tussen confirmatief onderzoek en exploratief onderzoek. Nou, in exploratief onderzoek mag je alles doen. De allerlei rare scores bij elkaar optellen. Wat helemaal geen hout snijdt of wat er geen theoretische reden voor is. Maar als je daar iets uitkrijgt, mag je publiceren. En dan kan de lezer denken, exploratief onderzoek, laat maar hangen. Ja. Of er iemand kan zeggen, dat is interessant, past in mijn theorie, gaan we verder onderzoeken. Ja. Dus er is helemaal niet een beperking van de vrijheid, alleen er is, er is nu een streven naar dat je van tevoren in ieder geval de conformatieve onderzoek heel duidelijk specificeert. Ja. Dat is prima. Ja. Dat lijkt me ook. Dat is ongeveer 30 jaar na dato dat de parapsychologen dat deden. Ja. En daarvoor deed de groot pleit ook al duidelijk voor onderscheid. Ik weet niet wat waarschijnlijk. Ik zou uit de 61, ik zou het zo in een citaat kunnen, dat heb ik niet paraat in mijn hoofd. Ja. Maar goed, als je terugkijkt, is er ook een experiment geweest waarvan je spijt hebt. Dat je nu zat ik echt op een heel verkeerd spoor. Nee. Maar je hebt alleen maar succesvolle experimenten gedaan. Je bestaan alleen maar succesvol. Ja, nee, maar... Zoals we net zeiden. Elk experiment geeft je de meest waarschijnlijke schatting van het effectgrootte en je 95% interval. Dus elk experiment is in dat opzicht een succesvol experiment. Ja. Het leert je steeds weer wat. Ja. Maar niet een experiment wat je bijgebleven is dat je in een verkeerde hoek richting zat. Ik heb vroeger experimenten gedaan, denk ik, in een heel naïef theoretisch kader. Namelijk een soort van pseudosensorisch model.
nu denk ik dat... Kijk, mijn theoretische perspectief is erg veranderd. Ja. In welk opzicht? Nou, ik denk dat het nu als die verschijnselen waar zijn, reëel zijn, dan hebben we een groot probleem, want de replicatiemogelijkheden blijken niet zo makkelijk te zijn. Dus als ze reëel zijn en je kan niet repliceren, dan hebben we een probleem. Want volgens de definitie van objectieve realiteit is precies dat wat je kan repliceren. Okay? Wat een ander ook kan waarnemen. Ja, ja. En dat gaat hier kennelijk niet zo makkelijk in ieder geval. En ik denk nu dat dat wellicht, als dat normaal is, het kan natuurlijk gewoon allemaal onzin zijn. Maar als het geen onzin is, dan denk ik dat dat ligt aan het feit dat hier verschijnselen zijn die niet een normale causale oorzaak-gevolg sequentie volgen. Ja. Maar waarbij, laten we zeggen, de oorzaak, dat moet je heel voorzichtig nemen, de oorzaak in de toekomst ligt van het verschijnsel wat nu is. Dus, en dat is bij eigenlijk het best gaan, is bij mij gaan dagen dat waarschijnlijk toch de crux is van alle experimenten, ook telepathie-experimenten, dat in feite de koppeling, de koppeling waardoor die correlaties ontstaan, is de koppeling van het gedrag op dit moment aan de feedback die je in de toekomst krijgt. Dus je feedback die je in de toekomst krijgt van, laten we zeggen, welke kaart het was, maar die je moest raden, die heeft een effect in het verleden. En dat heeft helemaal niks te maken met die zender. Het blijkt ook overigens al jaren dat, of je nou wel een zender hebt of geen zender, maakt in de sterkte van het effect helemaal niks uit. Dus dat was al zoiets van, weet je. Ah. Maar nu, en als je feedback wegneemt, of minder maakt, wordt de sterkte van het effect lager. Dus dat wijst allemaal in dezelfde richting. Maar het experiment wat mijn ogen heeft geopend is het zogenaamde presentiment experiment. Vanaf dat moment is het leuk geworden, volgens mij. En dat is het experiment wat in feite een standaard emotie-experiment is in de psychologie. Je presenteert stimuli. Je kijkt naar een lichamelijke respons. Ja. Huidgeleiding, EEG, ja. hersenactiviteit, hartslag, ja. En ga zo maar door. Nou ja, je weet dat als je een emotioneel stimulus aanbiedt, dan geeft dat over de chart responsen in het algemeen. Als je dat random doet, dan maakt dat allemaal niet uit. Je biedt een random ding aan en wat blijkt na een emotioneel stimulus, laten we zeggen, na 1 seconde of na een half seconde, komt er een grote respons. En nu blijkt dat er voorafgaande in de anticipatiefase ook een correlatie is met de toekomstige conditie. Dus voorafgaande aan een emotionele stimulus zie je al de arousal omhoog gaan. Meer dan als de toekomstige stimulus een neutraal plaatje is of een stimulus is. En wat belangrijk is, dat zijn random gekozen stimuli nadat je al geregistreerd hebt. Ik heb nu een associatie met priming. Is die correct? Ik heb ook een experiment gedaan met zo'n retroactieve priming, waarbij het prime na het target kwam, waar ik ook resultaten uit kreeg. Je kan dit omkeren van de tijd, dus van de causaliteit, kun je in nagenoeg elk experiment doen waarbij je manipulatie hebt en een effect. Het enige wat je hoeft te doen is de manipulatie achteraf te doen. Okay? En dat is die hele BEM-business geworden. Ik weet niet of je dat hebt gevolgd. BEM heeft 8 of 9. Daryl BEM heb je het, hè? Daryl BEM. De auteur ook van Introduction to Psychology. Ja, ja. Sociaal-psycholoog. Sociaal-psycholoog, ja. Ja. En die heeft 2 jaar geleden 9 experimenten gepubliceerd waarbij die causaliteit had. Personality, ja. Psychology. En dat is hier in Amsterdam ook door onder andere Erik-Jan Wagenmakers is dat. Dat heeft tot een fikse wetenschappelijke discussie geleid, zeg maar, eufemistisch gezegd. Ja, waarbij Wagenmakers fout ging, maar oké. Okay. Ja, nou, vertel maar waar. Ja, dit. Nou ja, kijk, het is zoiets van,
Maar het mooie van de Bayesiaanse statistiek is dat je twee... Hij heeft het gebruikt om de Bayesiaanse statistiek te promoten. Ja. Dat was zijn claim. Ja. Dat hij daarbij nogal denigrerend deed over BEM en over zijn BEM'se methodes en zo. Dat, nou ja, een stijl. Persoonlijke stijl, zullen we maar zeggen. Maar het idee was de Bayesiaanse statistiek. Want kijk, de standaardstatistiek gaf nou aan die resultaten van die BEM'se resultaten waren significant, zeer significant. En dat kon hij niet, want volgens wagenmakers bestaan die verschijnselen niet. Dat is zijn a priori waarschijnlijkheid dat die verschijnselen reëel zijn, is 0,0000 en dan nog eens. Okay. Dus dat kan niet, dus dan moest er iets fout zijn. Nou, wat volgens hem was fout was de Bayesiaanse statistiek. Toen heeft hij de Bayesiaanse statistiek toegepast op die experimenten. En heeft steeds de nul-hypothese vergeleken met de alternatieve hypothese. Dus dat er paranormaal iets was. Ja. En wat hij heeft gedaan is de sterkte, de claim van BEM, lekker opschroeven. BEM vond een effectgrootte van punt 17 of zoiets, punt 5, nou, in die orde, dus punt 1 en punt 2. Ja. En wagenmakers vergelijken met een effectgrootte van punt 5. Het is zoiets van, dat heeft BEM nooit geclaimd. Ja. En dan ligt de werkelijkheid dichter bij de nul dan bij die punt 5. Ja. De werkelijkheid lag ook bij punt 17, bij punt 15. Ja, dat is dichter bij 0 dan bij punt 5. Dat is een truc. Vandaar dat ik ook concludeerde, je kan statistieken gebruiken om leugens te propageren, maar Bayesiaanse statistieken nog meer, duidelijk. Ja, dat is jammer, maar het is niet anders. Ik herinner mij... Overigens heeft hij op andere punten... Ik ben BEM over... Die experimenten van BEM, ik heb daar, laten we zeggen, van een afstand heb ik dat gevolgd. En dat is niet gegaan op de manier zoals wij dat zouden willen met preregistratie. Goed gedefinieerd. Ja. Dat is erg veel gerommel geweest. Ja. Dus wat dat betreft heeft hij wel gelijk. Ik herinner me nu, je stipte net dat de spiegeloog aan, waar je een stuk in had over de vrijwaarden. 5% religie. 5% religie. Kerstnummer was het. Ik was toen nog een jonge student, dat jij propageerde dat psycholoog of psychologiestudenten een keer een LSD-ervaring mee zouden maken. Deed je dat als parapsycholoog? Nee. Ik deed dat als cognitief psycholoog. Ik denk dat ik toen, dat was al heel lang geleden hoor. Maar in die leerboeken staat altijd, zegt vast over mij dat ik het onthouden heb, want volgens mij is dat echt al, was ik een jaar of 20 of zo. Het was in 85 dus. Ja, 5, 6, 87 zal dat geweest zijn. Nou, perceptie, daar staat in die leerboek altijd perceptie is constructie. En daar kun je je wat bij voorstellen. Je hebt externe informatie, je hebt interne informatie en dan creëer je iets mee. Laten we zeggen, in abstracte zin kun je dat voorstellen. Alleen in concrete zin kun je het gewoon zien. Als je hallucinogene middelen gebruikt, kun je gewoon spelen met je constructie. Ja. En dus ik vond dat een goed idee om iedereen dat te laten doen. Maar dat werd niet met gejuich ontvangen. Want jij hebt bijvoorbeeld nooit samengewerkt met Bastiaans, die een LSD-therapie... Nee, dat is gewoon Nee, maar dat is ook een heel ander... Bastiaans gebruikt dat therapeutisch. Ja, ja, ja. En het ging bij mij meer wetenschappelijk. Ik wilde die mensen direct ervaring laten zien... Ja. Dat het constructieve proces echt daar is. Want is dat ook een onderwerp van de parapsychologie? De bewustzijnstoestand tijdens een... als je drugs gebruikt hebt, wellicht alcohol, heel veel alcohol. De andere soort bewustzijnstoestand die je krijgt door hallucinogene middelen. Moeilijk woord. Nou, ja. Probeer het maar eens uit te spreken als je LSD hebt gebruikt. Maar dat is dus niet iets waar de parapsychologie zich mee bezighoudt. Met een soort bewustzijnstoestand als je bijvoorbeeld LSD hebt gebruikt of een andere drug. Ik moet je zeggen, toen ik zelf mijn eerste trip, daar heb ik ook wel vanwege die... Omdat ik ging spelen met de constructieve mogelijkheden van je brein,
daar stond een Frans bloem op de tafel en die beginnen altijd te bewegen. Ik weet niet of je, goed, iedereen die dit soort middelen heeft gebruikt, die weet dat die beweging komt in overal. Alles gaat, wordt fluid. En toen dacht ik, nou, misschien kan ik hem omdraaien. En toen liet ik, toen in mijn perceptie, mijn geconstrueerde perceptie, draaide die hele plant om. En ik was erg onder de indruk van de computationele capaciteiten van mijn brein. Dat die beseft hij op dat moment ook? Of is dat, maar LSD is niet dat je van de wereld bent. Je kan dit soort dingen doen, je bent niet weg. Maar in ieder geval, dus dat draaide om. En later dacht ik, misschien is het wel echt omgedraaid, weet je. Misschien heb ik met psychokinese dat ding omgedraaid. En lukt dat alleen met LSD. Maar goed, dat kon ik niet meer bewijzen of wat dan ook. Dat was ook niet relevant. Ik heb wel experimenten gedaan. Kijk, het kijken of je bewustzijnstoestand, en er zijn er een aantal, van invloed is op dit soort paranormale prestaties, als je dat zo wil noemen. Ja. Dat is een deel van experimenteel parapsychologisch onderzoek. Alleen in het buitenland was zijn drugsmanipulatie is eigenlijk nooit gedaan, omdat dat allemaal overal verboden was. Ja. Maar aan de Universiteit van Amsterdam kon dat natuurlijk wel, gedurende een aantal jaren. Ja. En met name heb ik toen een experiment gedaan, een telepathie-experiment met marihuana, ja. Dus THC. Ja, ja. Als je het gaat publiceren, moet je dat THC noemen. Ja. Dus een gecounterbalanced twee trials experimenten. Elk proefsteen deed twee trials. Ja. Ene deed het eerst met marihuana en dan nuchter enzovoort. Enzovoort. En dan bleek inderdaad die marihuana-conditie tot een hoger scoringsrate te leiden. Ik weet eigenlijk niet eens meer of dat significant was, maar in ieder geval het was hoger, dat weet ik wel. En het jaar dat was in het onderzoekspracticum. Ja, het onderzoekspracticum waar alle psychologie studenten moeten daar een onderzoekje doen. Dus die, in feite gaat het altijd zo. Je dient als staflid dien je een plannetje in het boek. En dan kunnen ze kiezen. Pre-registreerd, als het ware. Nou, niet voldoende detail om dat pre-registratie te noemen. Maar in ieder geval een globale onderzoeksopzet. Ja. En dan kunnen ze op inschrijven. En dan ga je met ze praten. En dan moeten ze de literatuur bestuderen. En ze kunnen hun eigen inbreng hebben. Dus het jaar daarop had ik gewoon hetzelfde stukje weer. Lui. Hetzelfde stukje in het boek. Had ik weer, dat wordt altijd overschreven. Er waren behoorlijk wat studenten die wilden dat. Nou ja, nou, vijf die ik dan had uitgeselecteerd. En die vonden eigenlijk maar niks om te repliceren. Weet je wel, dat was weinig nieuws. Saai. Dus die wilden een iets andere draaier geven. En ik zei, nou ja, dat moet. Hè. Je moet de studenten hun creativiteit stimuleren. Dus ik zei, nou, kom maar op met een idee. Nou, als ze nou eens in plaats van marihuana paddo's nemen. Dat komt toen ook nog, dat was ook nog niet verboden. Ik zei, ja, maar ik wist wel, want ik wist uit eigen ervaring dat dat toch een heel ander verhaal is, paddo's en marihuana. Met de mogelijkheid dat je een bad trip hebt en je wordt heel vaak misselijk en nou ja, dat soort dingen. Dus ik durfde niet nee te zeggen, want ik dacht, nou ja, nee. Je moet jij wilde die creativiteit niet zien. Nee, ik wilde niet meteen in de kiem smoren. Dus ik zeg, maar ik had wel een truc. Ik zeg, nou ja, dat is goed, en dan gaan we dat, zijn maar op, 1A4'tje, het plan, en dan naar de ethische commissie. En ik dacht, wordt nooit goedgekeurd. Maar nou hadden ze, die jongens waren niet achterlijk, dus die hadden daar in het plannetje, hadden ze, we nemen alleen maar proefpersonen die dagelijks gebruiken, of niet, vaak gebruiken. Dus dat is een speciale groep. En waardoor je het ook niet meer kan generaliseren. Heb ik ook gezegd, dan kan je niet meer generaliseren. Maar dat was niet zo erg. En ook hadden ze een open lijn, echt een open telefoonlijn voorzien naar het OFG, naar het ziekenhuis hier. Achter, en was vlakbij ook, bovendien. Dus ze hadden wel wat voor voorzorgsmaatregelen genomen. Ja. Maar ik dacht, nou, het wordt toch afgekeurd. En toen kreeg ik eigenlijk per kerende mail kreeg ik de beslissing van de ethische commissie. En dat was in die tijd was het professor Walter Everhart. Zoals ja, die zit ook in deze serie. En die zei, natuurlijk, wat een leuk experiment. Mag ik ook proefpersoon zijn?
Dat was de uitbuiter in je experiment uiteindelijk ook? Of, Ik geloof het niet. Nee, hij is geen proefpersoon geweest. Was overigens een waanzinnig significant experiment. En dus qua significantie was het prachtig, maar ik hoorde wel later dat de experimentatoren ook geslikt hadden. Tijdens het onderzoek. En toen begon ik te denken, ja, ik weet niet, dit ga ik in ieder geval niet verder publiceren, want ik weet helemaal niet precies wat er gebeurd is. Hoe werd daarop gereageerd door uw collega's op dat onderzoek? Nou, ik weet het niet natuurlijk, want wat er achter mijn rug wordt gezegd, dat weet ik niet. Dat kun je misschien een keertje vragen. Dat voel jij niet? Dat voel ik echt helemaal niet en dat interesseert me ook trouwens geen bal. Want, ik neem aan dat er wel vragen... Waar vooral vraagtekens waren, was dat dat jaar waren de experimentele ruimtes in het chemiegebouw hier. Ja. En die chemici die vonden het wel een heel raar gedoe daar met die mensen in een stoel met pingpongballen op hun ogen. Goed, in verband met de tijd, we hebben nog ongeveer 5 minuten. Parapsychologie is een kleine discipline binnen psychologie. Dat is wereldwijd zo. Ja, de totale onderzoeksinspanning vanaf 1880. Waar je het begin van de parapsychologie kunt zetten met de oprichting van de Britse SPR, Society for Psychical Research, is kun je vergelijken met 3 maanden huidige psychologieonderzoeksinspanning. Dus zover zijn we nu. Hoe zie je de toekomst voor de parapsychologie? Dat zal altijd een... Nee, dat hangt er vanaf of die verschijnselen reëel zijn. Als ze reëel zijn, dan zal het een grote toekomst krijgen. Ja. Want dat zou wel eens... Kijk, wat ik nu voorzie is dat als die verschijnselen reëel zijn en de repliceerbaarheid is fundamenteel geblokkeerd door retrocausaliteit. Ja. En de reden daarvoor is dat als je retrocausale processen hebt, dan kun je paradoxen creëren in de wereld. Je kent allemaal de grootvaderparadox van de tijdreiziger die terug in de tijd reist. Ja. Ja. Nou, voor parapsychologische fenomenen heb je precies hetzelfde. Als iemand een 100% precognitieve droom heeft dat zijn huis morgen de fik in gaat door een kaars en hij haalt alle kaarsen weg, dan creëert hij een paradox, want hij haalt de oorzaak van zijn eigen droom weg. Hetzelfde met die. Het is precies hetzelfde. Als dat inderdaad de reden is voor het moeilijke repliceren, want ik heb zelf het idee dat de natuur dit soort paradoxen niet leuk vindt. Maar het is wel reëel, dan moet de wetenschap op de schop. Echt een behoorlijk onderneming. Dat zullen niet veel wetenschappers leuk vinden. En het is ook niet nodig voor de meeste verschijnselen onderzoeksgebieden. Maar er zijn onderzoeksgebieden waarbij dit soort verschijnselen dan wel degelijk een belangrijke rol zouden kunnen spelen. Heb jij veel studenten begeleid gedurende jouw carrière op parapsychologisch gebied? Nou ja, wat ik altijd doe is, als ik een student krijg en die zegt ik vind het allemaal zo interessant. Het zijn overigens niet altijd de beste studenten, helaas. Maar goed, de echte harde werkers, die houden, die carrièregerichte werkers. Maar is er iemand bij jou gepromoveerd ook? Ja, ik heb 1 promotie gedaan. Maar goed, er is... Wat ik doe als ik studenten krijg, is die willen dan iets paranormaals doen. Ik zeg nee, dat kan wel, maar ingebed in een gewone standaard mainstream onderzoeksvraag. En omdat ik tegenwoordig veel onderzoek naar intuïtie doe, kan dat. Want binnen intuïtie kun je zeggen, dan zeg je ik onderzoek intuïtie inclusief de controversiële aspecten. Dan zeg je nog niets te veel. En dat is dan de titel. Dan denk je een titel. Nou ben ik bezig met het effect van meditatie op een go-no-go taak. Executieve functies. Responsinhibitie. Nou, daar, als je die titel ziet, zal niemand zeggen, oh, wat een raar en eng onderzoek doet die student. Dus als die later gaat solliciteren, dan kan hij dit gewoon laten zien. Maar ergens in dat onderzoek staat er is een paranormale. Pre-registreerde onderzoekshypothese met precies het aantal proefpersonen en de analysemethode en een hele rattenplan uitgewerkt. En dat zo doe ik het laatste jaar. Als jij nu 16, 17 zou zijn en je zou weer aan het begin van je studentencarrière staan, zou je
denk je weer richting parapsychologie gaan? Of? Nou, ik zou altijd de randen van de wetenschap opzoeken in de zin van waar dingen paradoxaal lijken of niet. Want daar kun je de vooruitgang verwachten. Als alles past... Jij zegt randen, maar je zou het ook kunnen zien als een soort van interdisciplinariteit. Ja, nou ja, ik bedoel de randen van wat bekend is. Wat al goed vast ligt. Dus daar waar data zijn die een bepaald model of een wereldbeeld tegenspreken. Nee, dat is het leukste. Toch? Ja. Ja, dingen bevestigen die je al weet. En wat voor 90% in de psychologie. Nou, misschien is het overdreven. Maar voor 50% in het psychologisch onderzoek, dan denk ik, ja, waarom onderzoek je dat in godsnaam? Ja. Dus eigenlijk is het moddelen aan de grenzen van het vak. Dat, van de kennis. Van de kennis, ja. Ja. Daar gebeurt komt de kennis vooruit. En daar gebeurt het. Ja. Ja. Tenminste, dat hoop je dan. Ja. Maar goed, ik kan een verkeerde keuze hebben gemaakt. En dat zou me helemaal niet... Mijn zoon bijvoorbeeld, die is nu bezig met... De wereld, nou, niet de wereld, maar wat gebeurde er voor de... Hoe was het voor de Big Bang, zou ik zeggen. Ja. Wat gaat er vooraf aan de Big Bang? Nou, er is geen tijd, dus dat maakt het allemaal heel moeilijk. Maar dat zijn wel vragen waarvan ik denk, oh ja, dat is leuk. Daar we vonden nog flink te sparren. Ja, dat lijkt me een mooie... het is natuurlijk een hele moeilijke vraag ook, maar een mooie vraag. Ja, de vraag is of dat oplosbaar is, maar... Dus hij doet dat onderzoek natuurlijk. Ja, ja. Ja, nou, dat onderzoek je maar op één manier, en dat is modelleren. Mijn zoon is theoretisch natuurkundige en kosmoloog. Dus die zit al de hele tijd met wiskunde. Dat is niet anders dan wiskunde wat hij doet. Maar goed, dat vind ik veel te moeilijk. Dus ik zou het niet eens kunnen, maar ik vind het wel een interessante vraag. Nou, dankjewel voor het gesprek. Graag gedaan. Thank you.